Hè? Volgens mij... Is dat weer die kist? Ja, volgens mij is dit dezelfde kist als die van die avontuur van vorige week. Zullen we eens kijken of die kerel er weer in zit? Oh jee, ben benieuwd. Hey, hallo daar! Daar ben ik weer. Hallo daar? Wat heb jij nou gedaan? Ja, ik kom dus net uit Israël en ben ik bij de Dode Zee geweest. En een nat pak gehaald, joh. Was dit het avontuur dat je deze week hebt meegemaakt dan? Ja, nou weet je, ik was lekker aan het varen in zo'n bootje, weet je wel. En ik stapte eruit. En opeens was ik nat. Ja, dan moet je toch ook in de boot blijven zitten? Ja, dan kan je toch niet over water lopen? Over water lopen? Maar hoe kom je bij dat idee dan? Hoe heb je dat bedacht? Over water lopen. Nou, ik ben dan in Israël. Ik denk, ik pak dat boek er weer een keer bij. En weet je welk verhaal ik daarin las? Moet je luisteren. Jezus en de discipelen waren de hele dag bezig geweest. Jezus die zei tegen de discipelen dat ze maar vast met de boot naar de overkant van het meer moesten gaan. Ze zouden de mensen die er nog waren wegsturen. En dan zou hij ook hun kant op komen. Nou, toen Jezus de mensen weggestuurd had, toen ging hij de berg op om te bidden. Het was ondertussen al nacht geworden en hij was daar helemaal alleen. De boot was natuurlijk al veel verder op het water. En tegen het einde van de nacht kwam Jezus naar hen toe. En hij liep over het water. Nou, ik snap die discipelen wel hoor. Die zagen hem en ze raakten paniek. Ze schreeuwden, help, een spook. Maar Jezus zei, joh, blijf kalm. Ik ben het, wees me niet bang. En Petrus die reageerde en die zei, Heer, als u het bent... Zeg dan tegen me dat ik over het water naar u toe moet komen. En Jezus riep Petrus. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. En toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij wel een beetje bang. En hij begon te zinken en hij schreeuwde, Heer, red me! En Jezus strekte meteen zijn hand naar Petrus uit en hij pakte hem vast. Samen stapten ze de boot weer in en de wind ging direct liggen. Dat staat in het boek. Wow, wat een gaaf verhaal. Maar heb jij dus ook over water gelopen? Nou, ik dacht, als Petrus het kan en ik ben bij de Dode Zee... als het ergens lukt, dan is het daar. Want daar blijf je sowieso toch al bijna drijven. Ja, maar het is ook wel anders, hè? Want Jezus riep Petrus het water op, hè? Ja, avontuurlijk. Dat is het natuurlijk. Maar het was wel weer een gave ervaring, hoor. Echt super. Is dat alweer de toeter van de vrachtwagen? Hij gaat vertrekken. Oh, help. Hey, waar moet je heen? Ik wil dit keer naar China. Ja, dus stop maar even dicht. Help mijn handje. Tot ziens. En je weet hè, laat je niet kisten. Oh.